Hey, leuk dat je weer kijkt naar deze wekelijkse portfolio update video. Er zijn weer een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ik heb een put optie verkocht op het aandeel KPN, waarvan ik uit ga leggen op basis van welke indicatoren ik dat gedaan heb. En ik heb nog andere passieve inkomsten ontvangen die ik ook nog wil laten zien in deze video. Dus blijf zeker kijken tot het eind. Nou, mijn portfolio staat op dit moment rond de $28.600 zoals je ziet. Vergeleken met een week geleden is dat niet zo'n heel veel verschil. Dus dat is ongeveer gelijk gebleven. Ik heb verder ook geen nieuwe aankopen gedaan qua aandelen. Zoals je hier ziet ook de Starbucks, Vanguard, Unigroup is nog steeds de top 3. En verder is daar niet heel veel in veranderd. Nou, wat je hier ook nog heel makkelijk terug kunt zien bij GetQuinn is je alle posities, maar bijvoorbeeld ook de sectoren. Information Technology, 26% van mijn portfolio zit in die sector. Dan hebben we met de tweede grootste plek Financials en op de derde plek komt Other. Nou, dat zijn dan waarschijnlijk bedrijven waarvan de sector niet gedefinieerd is. Want het lijkt me heel raar dat die bedrijven niet in een sector vallen, maar dat zou ik eens moeten bekijken. En als volgende Consumer Discretionary. Nou, wat is er dan gebeurd? Al eerder gezegd een KPN put optie verkocht. De ABN put optie had ik nog staan voor 20 december, daar heb ik €53 voor gekregen. KPN is dus de nieuwe, op 28 oktober heb ik die optie verkocht. Nou, je ziet uitoefenprijs €3,70 en expiratiedatum 20 december, daar heb ik €7 voor gekregen. Nou, waarom dan een put optie op het aandeel KPN verkocht? Als we dan even naar de chart gaan. Ja, dan zie je eigenlijk al, en dat heb ik ook al een beetje in mijn video van afgelopen vrijdag benoemd, waarom ik een put optie heb verkocht. Nou, dat was eigenlijk al tijdens deze candle die je hier ziet. Ja, bijna onderaan deze candle had ik die put optie verkocht. Ja, voor €3,70, dus dat was net in the money of net out of the money. Dat scheelde in ieder geval niet heel veel. Ja, en toen zagen we het aandeel ook weer omhoog gaan daarna. En sloten we de dag af, ja, boven die €3,70. Nou, daarna zijn we wel weer verder omlaag gegaan. En ja, wat ga ik hier doen? Waarschijnlijk, als we hier verder gaan dalen, nog een extra put optie verkopen. Nou, dat zal ik dan gaan doen met een lagere uitoefenprijs dan die €3,70. Dus dat je eigenlijk gaat ladderen, zoals je dat mooi noemt. Dus bijvoorbeeld heb ik eentje op €3,70. En als we nog verder gaan zakken, dan probeer ik op dit niveau bijvoorbeeld, dit supportniveau, rond de €3,40, €3,45, een put optie te verkopen. Ja, ook voor die 20 december, zodat je op 20 december meerdere levels hebt waarop je die put optie hebt verkocht. Nou, waarom heb ik dan al eerder hier verkocht met deze daling? Nou, de twee dingen zijn er eigenlijk, wat ik altijd in mijn video's aanhaal, zowel technische analyse als fundamentele analyse. Ik had al de cijfers bekeken van KPN, zag er op zich prima uit. Geen hele harde groei, maar wel gewoon een groei van 3-4% was het uit mijn hoofd. En dat verwachten ze ook van de komende jaren. En volgens mij was het een cashflow van 7% groei. Ja, geen hele spectaculaire groei, maar wel gewoon prima. Dus dat een aandeel dan zo afgestraft wordt, ja, dat is misschien niet helemaal terecht. En dan heb je ook nog technische analyse. Nou, dan kun je, zoals ik altijd zeg, eerst bijvoorbeeld op een hoge timeframe kijken. Wat zie ik daar al terug? Nou, zie ik iets met het verleden, dan zie je eigenlijk deze hele zone al. Je ziet, hier komt hij weer terug, rond diezelfde zone. Nou, dat ligt nog wel onder de huidige koers. Ja, en vanuit hier zie je eigenlijk dat die rond het punt waar hij nu zit wel een paar keer support vindt. Maar ja, daar heb je niet zo heel veel data van. Je kunt dan wel nog op de daily kijken. Ja, dan zie je eigenlijk al dat dit een beetje de zone is waar hij elke keer support op vindt. Op de daily chart. Nou, wat is dan het verschil tussen de weekly en daily? De weekly is natuurlijk een hoger timeframe, dus die wordt vaak beter gerespecteerd dan de daily. Maar alsnog, de daily hier is meer een lokaal level. En ziet er
ja, in mijn inziens daarom ook goed uit om een put-optie op te verkopen. Ja, je ziet nu eigenlijk ook, de markt is net geopend als ik deze video opneem, want het is 9:30 's ochtends, dat de markt net is geopend en hij lijkt hier inderdaad support ook op te gaan vinden wederom. Dus eigenlijk zie je dat nu terug, hier zag je dat terug, hier ook. Nou, hier heel lang een beetje een accumulatiezone op deze zone van, laat zeggen, 3,52 tot 3,60. Nou, hier bleef hij net wat erboven. Ja, dit was het punt dat hij op deze zone kwam en er bovenuit schoot. Ja, en daarna vond hij dus die support. Ja, en daarvoor heb je natuurlijk geen eerdere prijshistorie, omdat het aandeel nog niet eerder zo hoog is gekomen qua koers. En wat zien we nog meer terug? Op de weekly zagen we hier eigenlijk al, nou dat is een paar weken geleden, een oversold indicatie. Dus dan zit hij onder de 20 RSI. Dat betekent dat hij oversold is. Dus ondergewaardeerd. Nou, kijk je naar de daily, dan zie je dat nu eigenlijk ook weer terug. Nou, hier zagen we dat ook terug. Daarna zagen we een stijging. Hier zagen we dat terug. Zag je daarna een stijging, al was die wel wat korter van duur. Ja, hier zaten we heel lang eronder. Dat was een beetje tijdens deze accumulatiezone. En daarna steeg hij ook weer. Dus dit is eigenlijk confirmatie dat deze zone wel beter zal gaan houden en als support zal gaan blijven dienen. Ook nu, dus de komende dagen, komende weken. Ja, dan kun je dus een paar dingen doen. Kun je zoals ik op 3,70. Ja, dat was natuurlijk op het moment dat we hier zaten qua koers. Ja, toen heb ik op die 3,70, dus in de money, een put optie verkocht. Nu zou ik bijvoorbeeld onderaan deze zone een put optie kunnen verkopen. Dus misschien net eronder, want je hebt 3,50 en dan gaat hij naar 3,60. Dus je hebt niet daartussen een put optie. Ja, dan zou je dus 3,60 of 3,50, dus boven of onderkant van deze zone kunnen kiezen om daar een put optie op te verkopen. Ja, dat is ook wat ik misschien wel ga doen. Maar ik kijk het nog even aan. Ik heb die van 3,70 nu dus staan. En mogelijk ga ik dus een extra put optie erbij verkopen voor de expiratiedatum 20 december. En dan uitoefenprijs 3,60 euro of 3,50 euro. Dus dat is een beetje hoe ik daarnaar kijk. Mocht jullie daar nog vragen over hebben, laat het me weten. Dan kom ik daarop terug. En kan ik bijvoorbeeld net zoals vrijdag ook een video daarover maken. Dan heb ik nog de optie bij IBKR, Deutsche Bank, die loopt ook nog tot 15 november, dus nog 14 dagen, 2 weken. Die laat ik ook lopen, vind ik ook gewoon een mooi aandeel die ik heb gevonden uit een van de groepen die ik volg op Seeking Alpha. Dus een fundamenteel heel goed aandeel. En ja, de analyses in die groepen wijzen ook uit dat het aandeel veel potentie heeft. Dus deze optie zal ik hoogstwaarschijnlijk niet door gaan rollen als de koers onder de $17 ligt. Maar waarschijnlijk zal ik die 100 aandelen dan toelaten wijzen. Nou, dan heb ik zoals eerder gezegd ook nog andere passieve inkomsten ontvangen. Dat is van het platform NL Investeert. Daar heb ik ja, verschillende investeringen gedaan. En heb ik op 30 oktober en op 31 oktober, ja, toch weer zo'n 50, 70, 76, 77 euro ontvangen. Dus dat is ook gewoon lekker om, ja, als passief inkomsten extra te ontvangen. Hoef ik verder niks voor te doen. Ik heb alleen één keer geïnvesteerd in een project of in meerdere projecten dan. En daar krijg ik gewoon iedere maand weer lekkere passieve inkomsten uit. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Hier heb ik ook nog een overzicht van andere inkomsten. Die ga ik nog even invullen tot aan nu. En dan zal ik daar binnenkort ook een update over geven. En een aparte video over maken. Je ziet, tot en met september sta ik op 627 euro. Dus waarschijnlijk zal ik dit jaar ook weer die 1000 euro halen. En dat is dus ook alweer bijna 100 euro in extra passieve inkomsten per maand. Ja, dan zagen we ook nog deze. Daar zien we dat ik in oktober, dus met het verkopen van opties,
$102 aan optiepremie hebt ontvangen. Nou, dus dat is ook weer lekker. En zo zie je dat je bij die twee bij elkaar opgeteld alweer $200 hebt aan inkomsten. Ja, dan nog de andere dingen erbij opgeteld. Dus crypto, aandelen, dividend. Ja, dan zit je zo op een heel leuk bedrag per maand. Nou, ik zal ook weer een keer een video maken over alle inkomsten bij elkaar. Die ik krijg uit al die verschillende inkomstenbronnen. Nou, sommige zijn dus passief, sommige semi-passief of niet zo passief. Het zijn in ieder geval wel gewoon allemaal potjes bij elkaar. Die bij elkaar heel leuk optellen tot een leuk bedrag per maand. Dus daar kom ik nog op terug. Voor nu ga ik deze video hiermee afsluiten. Mocht jullie nog vragen hebben, zoals gezegd, laat het weten. Vind ik altijd leuk om te beantwoorden. Nou, vergeet je ook nog niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Dan blijf je dus op de hoogte van al die updates die ik nog ga geven. Voor nu wens ik jullie nog een fijne dag en zie ik jullie graag weer terug bij de volgende video. Ciao!